Bijna als een voorbereiding om straks voorbij de voordeur te geraken, begeef ik mij naar mijn eigen smal balkon in Brussel. Dat is een ander fragment. Met zicht op het Rogierplein. Een stadsdeel altijd voorbehouden voor de meest waanzinnige plannen en de meest megalomane projecten. Het plein zelf al zo lang een bouwwerf, waar overal putten. Putten liggen alsof het ooit iksen waren op een schatkamer. De bedoeling is om een gebouw onder de grond te construeren voor openbaar vervoer. En bovenaan, op grondniveau, zouden voetgangers elkaar kunnen treffen of eigenlijk ontwijken. En dit alles in de schaduw van een glazen gevaarte, gebouwd als vervanging van de Martini-toren, waar vroeger, volgens de overlevering, op de bovenste verdieping de machtige minderjarigen misbruikten, van x1 tot x zoveel, tijdens de fameuze roze, blauwe en purperen paletten. Een mastodont van een gebouw, omringd door de duurste hotels. Hun ontstaan te danken aan deze orgieën. Brussel is nog aan het bekomen van een bezoek van de Amerikaanse president. Een bezoek aangepast aan de ergst mogelijke toerist, met overal afgezette straten en de lokale bevolking op afstand gehouden als berelende lepraleiders. Want België is naar het schijnt wel heel gezellig, alleen jammer van die Belgen. Een evenement dat gepaard ging met de meest lyrische reacties over de blijde intrede van Obama. Plus een vreemdsoortig voorval met een mansgrote speculaaskoek als cadeau bedoeld. Waarbij een bakker het dus een goed idee vond om dit Afro-Amerikaanse icoon af te beelden met kroezelhaar, dikke lippen en een basketbal. Waarbij de kok elke beschuldiging van racisme weerlegde door te stellen dat speculaas per definitie pruik is. Een logica waar weliswaar weinig tegen in te brengen is. Maar uit voorzorgen werd toch het plan om een volgend bezoek te eren met een levensgrote zwarte piet van chocola geannuleerd. En vandaag is de president van China neergestreken. Misschien uit compensatie voor de week ervoor blijft de berichtgeving over zijn komst droog en sumier. Het enige wat ik weet is dat hij verblijft in een van die hotels op het Rogierplein. De meeste aandacht rond zijn bezoek is gefocust op het bezichtigen van twee uit zijn land geleverde panda's in een dierentuin vlakbij. Alsof hij naast de leider van een wereldmacht ook nog eens bijklust bij de dienst na verkoop en nu die leverloze beesten moet gaan repareren. Op het moment dat ik weer naar binnen wil in mijn eigen appartement, zie ik onder mijn balkon twee bussen dubbel geparkeerd. Uit de voertuigen stromen mensen met elke Chinese vlag aan een lange stok in de hand. Ik haal snel mijn fototoestel en zoom in op de padjes rond hun hals. Dat ze afkomstig zijn van de Chinese ambassade verbaast mij niks. Maar wat hierna gebeurt, een beetje. In groep stappen ze naar het hotel waar hun president slapen zal. Maar de vlaggen dienen niet enkel om hem hartelijk te begroeten. Door de lens merk ik hoe deze gebruikt worden om de affiches van een theatervoorstelling aan het zicht te onttrekken. Ik kan nog net van één poster een foto nemen en op mijn schermpje bestuderen. Op internet vind ik een link tussen het toneelgezelschap en de meditatiemethode Falun Gong. Volgens de Chinese regering een staatsgevaarlijke praktijk wegens hun focus op zelfontwikkeling en zelfreflectie. Iets wat tot rebellie tegen de staat kan leiden, menen ze. Dus daarom het zwarte balkje vervangen door een rood vlak met gele sterren. Alsof het bijna uit een soort ouderlijke bezorgdheid gebeurt. Dat ze de o zo tere ziel van de president willen beschermen. En dat een voorstelling in dezelfde stad hem uit zijn onrustige slaap zou kunnen houden. Wie durft nog te beweren dat kunst niet klauwen kan als zelf een simpele affiche zoveel bereiken kan. Maar het werkelijk vreemde voor mij is het feit dat er dus hoogstwaarschijnlijk iemand bestaat die beslist wat de machtigste man ter wereld wel of niet zien mag. Wat die persoon per definitie nog machtiger dan de president van China maakt. Want ik kan me niet voorstellen dat de president zelf zich bezighoudt met het bevelen om hem te weerhouden van elk detail die niet past in zijn eigen overtuiging. Dat er dus misschien sollicitatiegesprekken hebben plaatsgevonden
waar een kandidaat vliegend vlug als op een schietbaan bij elk beeld en bij elke slogan snel moet roepen van verstoppen of niet. En ik twijfel er niet aan dat elke zelfrespecterende president of dictator een soortgelijke beschermer van beelden in dienst heeft. Waardoor wij dus wereldleiders kweken die enkel zien wat iemand anders gepast lijkt. Om dan met elkaar en hun botsend wereldbeeld te beslissen of een derde wereldoorlog wel of niet een leuk idee is. Het afdekken van de affiche gebeurt met de toelating van de aanwezige Brusselse politie. Want dit is een vrij land met de vrijheid om te censureren. Waarbij ik heel even terugdenken moet aan de wijze woorden van mijn grootvader Zaliger. Alles komt godverdomme niet in orde, jij naïeve sukkel. Wanneer ik niet veel later naar buiten stap, wordt het mij duidelijk dat het ambassadepersoneel voor bewezen diensten wordt bedankt met gratis drank en het Chinese restaurant naast mijn deur. Ik moet mij een weg forceren doorheen een beschonken gelederen en een paar verwijten trotseren. Om zo de ingang van het metrostation te bereiken, waar ik meteen verwelkomd word door een trosje veiligheidskamers, waarvan één camera gericht is op de andere camera's, om sabotage in de kiem te sporen, vermoed ik. Ik kan toch enkel medelijden voelen met de persoon wiens job bestaat uit het staren naar camera's op schermen. Ik vraag mij meteen af of hij of zij tijdens deze dagtaak ook nog eens in de gaten wordt gehouden door de camera. Dat dus iemand betaald wordt om te kijken naar iemand die betaald wordt om te kijken en te controleren of die wel aan het kijken is. Waarschijnlijk wel, aangezien al onze conversaties en bewegingen sowieso geregistreerd en opgenomen worden door bedrijven en bewindslieden. Zonder onze toestemming, maar voor ons eigen welzijn, zeggen ze. Nu leven wij in post-privacy tijden. Nu weet men alles van iedereen en hebben we niks in de ruil ervoor gekregen. Behalve de meest resistente vorm van wantrouwen, die van de staat jegens haar burgers. De pertinente overtuiging dat de vijand zich nog steeds schuilhoudt in onze mailboxen, in onze telefoongesprekken, in onze openbare ruimtes, in onze huizen. Dat er geen andere keuze bestaat dan de permanente verdenking dat dit onze enige mogelijke heden en toekomst is. In de vermoedelijk dode hoek van al die camera's ontdek ik een klein graffitiwerk. Vanaf de vloer niet hoger dan mijn benen heeft iemand een deurtje getekend met erop te zien Enter here for privacy. Een zoveelste voorbeeld van weerspannigheid. Een onwil om brave burgers en contente consumenten te blijven. Gepaard met een woede gericht naar politici die al decennia beweren dat ze net zoals ons zijn, maar zelf weigeren zoals ons behandeld te worden. Ik begeef me steeds dieper in het metrostation en neem nog een roltrap naar beneden, naar het perron. In tegengestelde richting komt een jongen via de trap naar boven. Onderweg trekt hij aan de rem van de roltrap, waardoor deze stopt, mij nog half weg. De jongen stapt verder, met mij in het vizier. Bij de vraag naar zijn beweegredenen is het antwoord, als ik moest stappen, moet iedereen stappen. En geen grijntje twijfel in het hoofd. Ook als ik zijn logica ondermijnen wil. Hij noemt mij een racist, ik kaats de belediging terug. Hij doet een schijnbeweging met zijn vuist, en als reflex kijkt zich terug wat hem doet lachen en blijkbaar roept dit hem uit als overwinnaar van onze confrontatie. Zonder nog iets te zeggen of te doen, stapt hij verder naar boven. Er bestaan zoveel theorieën over waarom we zijn zoals we zijn. De ene met meer cijfers en bewijzen dan de andere. Zo is er de stelling dat de misdaad in de Verenigde Staten van de jaren 90 daalde dankzij de legalisering van abortus 20 jaar eerder. Dat al die ongewenste kinderen nooit zijn opgegroeid tot ongewenste criminelen. En zo is er ook het idee dat de onstuitbare opkomst van de eikel en de trut te wijten is aan lichtpollutie. Omdat we steeds meer opgroeien zonder een blik op de sterren 's nachts, worden wij niet meer geconfronteerd met ons eigen nietig bestaan in deze immense kosmos.
En als gevolg dan onszelf belangrijker achter dan gepast. En ons egoïsme gelegitimeerd zien door onze rol als het centrum van alles. Anderen geven liever de schuld van te afwezige ouders of een te afwezige godsdienst of omgekeerd. Of misschien is er sprake van architecturale psychologie. Zoals er een technologische psychose bestaat bij de symbiose tussen chauffeur en auto. De bestuurder is geen mens meer, maar een deel van een machine die op hem rekent om ongeschonden te worden. Waardoor gevoelens van empathie worden vervangen door een overtuiging van eigen goddelijkheid. En de andere chauffeurs als minderwaardige entiteiten. En op dezezelfde manier beleeft de stedeling een symbiose met deze nieuwe ontwikkeling in onze evolutie. De grootstad die sneller groeit en verandert dan het menselijk brein vatten kan, misschien. Wat de verklaring ook mogen zijn, er lijkt wel een constante te bestaan. Het idee dat deze plaag van eikel zijn enkel jongeren treft. Vanaf een bepaalde volwassen leeftijd wordt soortgelijk eikel gedrag geherdefinieerd in assertiviteit. En bewondert men zulke individuen die dankzij hun krachtdadige no-bullshit-houding een succesvol bestaan kunnen leiden.